Het is goed te zien dat Gerard de Nooijer bij VV Goes door de voordeur vertrekt. Dat mag ook wel, want in 4 jaar promoveerde de Zeeuw van de tweede klasse naar de hoofdklasse, waar de club vorig seizoen uit degradeerde. Ik heb vier jaar seizoen nog heel goed gepresteerd hier zo. En ik vind 4 jaar lang wel genoeg geweest. En Dordrecht heeft toch gevraagd om wat jij net zegt, heel veel tijd in te stoppen en zorgen dat ik me kan ontwikkelen bij Dordrecht. Nou ja, daar heb ik ook voor gekozen. En dan hopen dat ik door kan groeien als hoofdtrainer. Want dat is wel jouw ambitie? Ja, heel. Ja. Ja. Op het hoogste niveau ook? Het hoogste niveau, dat kan Jupiler League zijn of het kan Eredivisie zijn. Maar dat is wel in ieder geval betaald voetbal. De Nooijer was vorig seizoen al assistenttrainer bij FC Dordrecht. En slaagde er 2 keer in om het landelijke nieuws te halen. Bijvoorbeeld toen hij een scheidsrechter na een wedstrijd kort opsloot in zijn kleedkamer. Ja, maar dat is eenmalig. Dat sloeg wel in als een bom. Overal waar ik kom, daar hebben ze nog steeds erover. Maar oké, dat is 1 keer en nooit meer. Toen was hier de Nooijer ineens weer landelijk nieuws een dag later. Ja, soms moet je dingen doen waar je landelijk nieuws kan worden. Aan die naam werken, blijven werken. Ja, altijd in beeld blijven. De 2e keer was toen hij tegen de afspraken in de promotiewedstrijd van FC Dordrecht tegen Sparta verkoos boven een wedstrijd van Goes en geschorst werd door het bestuur. Dat is gewoon uitgepraat en we hebben het daar wel over gehad. Maar ik vind zand erover en we zijn doorgegaan. En dat zie je ook terug hier zo bij deze club. Want halverwege de wedstrijd krijgt Gerard de Nooijer een waardig afscheid. En we wensen je in je carrière al het succes. Te beginnen toch kennelijk, oude Lied Roest niet, bij de club waar je de laatste 2 jaar actief bent geweest, de FC Dordrecht. Gerard, hoe was dit afscheid voor jou op deze zaterdagmiddag in Zeeland? Ja, je ziet al mijn emotionele. Nee, het was gewoon een goed afscheid. Goede woorden van de voorzitter en dat betekent ook dat je het 4 seizoenen goed gedaan hebt hier zo. Dus dat is prima. Ja, want zonder er gekscherend over te doen, zeker niet. Hij zei ook letterlijk, hij heeft historie geschreven met deze club, met 2 promoties. Ja, en natuurlijk ook niet als trainer, maar ook als mens zijn, wat hij benoemde. En dat is net zo belangrijk, denk ik. Misschien wel belangrijker. Lenny, dankjewel hè. Ik wil niet zoenen, ik wil wel een handgrijp. Ik ga er goed heen, jongen.